Stream. Oh. Wat een shit is dat. Ah, Jackson. Ja, hij ziet er al geen 2 meter 13 uit in het spel. Hij ziet er eerder 1 meter 13 uit. Geen idee. Sarah Perchetti. De Loki is al kapot. Die gaat er op de klim echt los af. Sarah Perchetti. Ja. Oeh.
Spijtig. Ja. Val. Wat ik denk, dat zijn allemaal gewoon mountainrenners velen. Ik denk dat medium mountain nog gaat doorwegen, zeker in etappe 4. Ik denk dat renners als Sheffield en Van der Poel uiteindelijk toch misschien het moeilijk gaan krijgen. Ja. Zo is dat grote kandidaat. Zo is dat. Apjes niet hoorbaar op de YouTube-stream. Comment van Linus. Linus. Zo, nu ben ik wel hoorbaar op de stream. Gaan we door. Direct aan alle luisteraars. Simon Carr bij Leopard Trek en Adam Yates. Ik zal niet dat ze twee van deze mannen doorsturen, hiermee sturen. En Lenny Martinez ook. Die pakken uit. Ja, maar Lenny Martinez is nog niet zo goed. Hè. Nou, een val. Extraatje. Met Francis. Sieske! En Eekhoorn, Frans wel... Gewoon, wacht. Ja, Eekhoorn. Ja, voor deze rit op zich. Hij heeft ook Ruben Perez, zou ik zeggen, voor deze rit. Ja, maar what the fuck? Wat? Dumoulin en Perez, die wachten op Eekhoorn. Oké, even kijken. De Greve had een goede Tireno gereden. Algemeen klassement, wat is dat die nou? In ieder geval, nee, het was gewoon in één rit. Kijk, het was in rit 5 werd de Greef. Was niet, welke koers was dat nou? Heb je iemand gelost? Nu niet meer. Hij is terug. Het was de Greef. Ah, de Greef, oké. En de tussensprint geweest, Rafferty voor Bellocchi. Ah, Stannard! Stannard heeft nog 4 punten peloton meegepakt, had ik even gemist. Dan gaan we door, snel, met Vancello bij Israël. Van Uden mee voor de sprint. Schachman mee voor Jägermeister. Hermans bij Lotto. En Wemaas voor de sprint. Sosa voor Evertino wel. En Troy Baker voor de sprint. Anton bij Banesto. En Galvan voor de sprint heeft dan nog. Roberto Heras en Coeso. De val van Rota. De val van Rota, maar die zit er weer bij. Juan Sebastian González bij Manzana. En Simon Yates. En, oh, dat is gewoon Pedro, ik zit nu op te letten. En Vendrame bij Domina. Terwijl eventjes. Maar Angel Costa ook wel. Galvan. Nee, het is van Uden. Van Uden. Oh, nee, van Uden. Ja. Uden. Maar Stender toch ook weer scherp bij dat punt. En ja, weer 4 punten voor Stender. En seconde leeft het ook op. 3 seconden. Of Stannard heeft al 2 seconden gepakt. 2 keer 1. 2 seconden voor Galvan. En 3 seconden voor Van Uden. En het is 9 kilometer te gaan. Dus gaan we trager. Dan maak ik even mijn rondjes nou af. Coppola bij Gucci CCC. Ook Lacroix hebben ze mee. En bij Team Ons... kansloze ploeg. Aramburu. Oh, goed. Kim voor het overgeslagen lul. Ook op Ara overgeslagen. Terecht trouwens. Met Stannard en Tjemfort.
En we gaan vooruit. 5 kilometer van de poel wordt flink gebracht. De grote trein hier. De ene wiel gaat Haugland zitten. Steinert van Dramen. Eén koor. Ja, die gaan. De Bliauskas. Ja, die brengt Haugland. Eigenlijk dezelfde. Haugland iets beter. Secondaries. Bovenvlak. Links gaat Concha met Van Dramen komen. Zien we van de poel ietsje verder. Het is nog maar 1,5 kilometer. Van Dramen gaat vroeg aan. Is dat niet iets te vroeg, zou je zeggen? Kan Stennert er dan nog heen komen? Of houdt hij het vol? Van Dramen komt links. Haugland nog. Haugland. Nee. Oh, Van Dramen houdt vol. En het is overwinning voor Haugland. Dus. Voor Van Dramen, voor Haugland. En 3. Sascha Wemaas, Stennert, Olaar van de Poel. Sheffield van Uden Beker en Go Du. Die niet maar 15. Germay, 15e, ik wil net zeggen. Ja. En naar het podium. Gefeliciteerd aan Domina voor weer een overwinning. Die rijgen ze aan heen. Andrea van Dramen nu. Die ook de leiding in het klassement pakt. En door de bonuscondes komt Marco van op 8. Stennert op 8. Rafty op 7. Nu op 7. En dan de oorspronkelijke bonies. Dan het bergklassement natuurlijk voor Rafty. Puttenklassement voor Van Dramen. En het jonge klassement voor Marcus Haugland. Mooi. Export. Ja, rustig jongen, ik vergeet dat nooit. En dan gaan we naar rit 2 van Vienna La Leitla. Met een heuveltje op het einde. En in totaal 1, 2, 3, tempo. 5 gecategoriseerde beklimmingen. We zien de favorieten hier met Germay, Sheffield, Dunbar, Godu en verder kwam nu. Kijken vol spanning uit naar de heer Jacob Jenfort. Kijk, kijk. De jongster. Wat zei je? Dat iedereen met kijk uitkijkt naar Jamfort, de jongster. 21 yes. Jaar jongens. En daar gaat de eerste aanval. Iberi, Tijk. Dumbly als kas met Sean Quinn, Antonio Tiberi en Rodrigo Contreras. Hadden we vervangen van Derek Guy. Sean Quinn. Dumbliauskas alweer. En krijgt Carlos Enrique, Simon Yates. En. What the fuck? Waarom met Simon Yates? En enorme volgens González en Stennert liggen erbij. Godverdomme. En achterop Danielson en verderop. En ik zie. Aanvallen denk ik hier, ja, dan gaat Tiberi weer met Yates. Vreemd. Sean Quinn rijdt er nog voorop. Nou, heeft de tellingschap van Jasper misschien toch een keer geholpen?
en ze komen er weer bij. En van voren rijden we met een dode Dubliauskas. En een Quinn die ook al, ja. En dan komt Kredik van achteruit nog. En Yates met Lecerf en met Seth en Enrique. Die komen tot aan de drie koplopers. En het mag. Yates. En richting de tweede categorie klim van de Echauri. Eerste deel vrij simpel, en daarna nog wel een beetje lastig. De Echauri. Ons zei net gewoon niet mee. Gewoon aanwezig in de groep. Is het Lecerf tegen Enrique. En de punten van Lecerf en Enrique. En dan Jeeps die al dood zit. Dan Quinn pakt het laatste puntje. Rafferty blijft bovenaan. Gelijke punten met Lecerf, maar die gaat zijn weg naar Kwijtrak. Gezien de derde en tweede categorie die nog aankomt. En dan gaan we even de laatste clip inspecteren. Is dit super lastig? De Escura. Zit een rescue op. Ja, het is vrij simpel vooral. We zullen zien wat dat kan geven. Ja, Bushenko. Die Bushenko rijdt lek. En lijkt terug te keren. Ik zag een klein gaatje maar. Er wordt weer gedicht hier door Jackson Hayes. Tempo ligt wel hoog. Geef aan dat het tempo enorm hoog is. In blokjes. Het tempo ligt enorm hoog, zeg ik normaal. Hier zien we een groep afsplitsing met Coolio, Stannard. Die boven straten. Die boven straten, ja. Kudo, Zengle. In groep 2 zien we dat Schmid, Collasso, Rangel Costa. Die wil ik vergeten te noemen, maar Rangel Costa. Coppola, Rota, Ramburu, Yates, Heras. En van voren zit iedereen er gewoon nog bij. Maar het tempo wordt hoog gelegd. Ja, Jamfort er ook zit. Vamos Jamfort. Ja, ik zie Jamfort. Ja, hij zat er. En Sosa zat er ook. Ja, Sosa zat er ook. En de vlucht lijkt gegrepen te worden. Vlog voor deze beklimming van de Alto de Uzi. De Alto de Uzi. Uzi. Het is de Baskische, ja. Ja, ik vind het Uzi. En dan nog steeds Rafferty aan de leiding. Kan wie dan? Ik herinner dat er kansloos laatste rijdt. Tja, en dan zien we gelijk de finish hier. En de val van Jeroen, Chris Hamilton, Graaf, Milevic en Zimmerman. De Dumbliauskas rijdt enkel helemaal alleen achteraan. En de Armiskiel. Armiskiel is vooral in Dumoulin. En dan tweede categorie. En een valpartij. Ik zag het gebeuren. Van Godu, want ik zag hem van Vodafone al stoppen. Oeh, wat een geluk. Ik kan gelijk overstaan. Op de Salias. Het tempo ligt enorm laag. En daar gaat Ciccone. 44 kilometer van de streep. De Europese kampioen Giulio Ciccone. Hij pakt meer dan een minuut. En Dumoulin pakt de bergtrui door hier tweede te worden. Voorlopig. En ik zie hier splitsingen. Ik zie hier splitsingjes. Ah, ze sluiten hier wel aan. Het geeft aan dat de tempo vrij hoog ligt. En Ciccone heeft bijna 2 minuten te pakken. Als hij dit af zou kunnen maken. Ja, gewoon een beetje kansloos stilvallen. Ja. Hij zit met een vlakke stukje. Hij pakt hij sowieso wel 3 extra seconden. En 10 punten. Oh ja. Zie je, het gaat al sterk verkleinen. Hier laat Sundeblux het gaatje vallen. En dan zijn Collasso niet mee, Rota, Ramburu, Stannard, González alweer. Zo, en weer een splitsing hier. Tempo ligt hier zo hoog. Raak enkel gewoon als niet meer. Jamfort is toch niet gelost, hè? Nee, ik denk de grote favorieten zit hier gewoon nog. Ja, genoeg.
Maar dit zijn wel echt stukjes waar je echt een flatset nodig hebt. Als het tempo hier zo hoog ligt, op zo'n... Isolda nog mee? Lopende strook, wat zei je? Isolda nog mee? Isolda. Nou, het zou je verbazen, maar hij is gewoon nog mee. Oh, oh, oh. Op de, nou ja, toch onderschatte strook van de Escura. Het is niet super stijl. Maar het is toch ook niet simpel. Komen we even op het kleine lastigste gedeelte. Kunnen we een aanval verwachten. Ja, daar komt die. Godu, Simmons en Dunbar. In de tegenaanval Bajoli, Sheffield. Ik weet het, Hermans kan het niet halen. Kan het niet dichtrijden, bedoel ik. Kom echt. Zie Romeo. Uit deze vijf hebben we een gaatje nu. Op een wat meer lopende strook. Kan dan gedicht worden. Coolio. En biedt dat zijn knechten. Knechten voor Girmay. Die twee mooie nationaal kampioen truitjes. En Coolio dicht het gat richting zijn kopman. Vreemd genoeg. En dan gaat hij weer. Bajoli. En nu niet direct een antwoord van iemand. We zien het tempo enorm de hoogte ingaan. Links zie ik komt Anton weer aansluiten. Daar komt Van der Poel weer. De Vlaar zakt weg. En Simmons gaat hier nog bovenop. Op de uitloper. Terwijl de meesten al uit geen rode bar meer hebben. Van der Poel zit nog wel rode bar hebben. Simmons ook niet meer. Veel gaatjes hier al. Hier raakt al een groep achter. Met Koyaso. Die nog weer aan kon sluiten. Van Cello zit niet mee. Maar die heeft Ciccone nog. Ciccone is nergens te bekennen. Die heeft zijn eigen ruit ingegooid. En het is zo'n mooie rit geweest. Dat hier iedereen zit gewoon dood. Ik zie iedereen hier gewoon dood zitten. De meeste dan. We hebben 13 man. Dan in een achtervolgend groepje met Godu erop. De Godu is niet mee. Oh. Godu Rotay komt Koyasso, Bugodo. Rivera hier voor Lotto. Die heeft Hermans dan nog. Hier zit Adam Yates ook nog. Maar die heeft denk ik Carr hier gewoon zitten. We gaan naar voren 1 kilometer te gaan. Het is een sprint. Ja, in daan een lijn. Degene die voorop zit. Het lijkt gewoon Simmons te worden. Wat een kut finish. Wat een kut finish. Waar Simmons wint in Leidza. Voor Sheffield 1-2 voor Amerika. En dan Germay Schachman van de Poel. Bajoli. Dunbar, Rangel, Korsta, Vendrame, Hermans, Anton, Carr. Lacroix moest net nog een gaatje laten. Tweede groep komt Godu met Rota, Coolio, Cosnefroy. Dan krijgen we nog Koyasso met Bourgodeau van Cello. En dan pas Adam Yates en Rivera. Ja. Tja, vreemde rit, maar dat toch wel een beetje entertaining. Ah, Hees gaat nog tegen de grond. Harper. Gevestigd aan Coca-Cola met de ritoverwinning. Vendrame blijft het geel, maar Simmons raadt tot dezelfde tijd. Chef op 4 seconden, Binyam Girmay op 6 seconden. De rest volgt op 10 seconden. Het bergklassement is voor Tom Dumoulin, voor Rafferty, Simmons, Ciccone, Harp en Lesseght allemaal op 6. En Vendrame houdt nog het puntklassement met 32 punten. Volgt door Sheffield 29 en Simmons 25. Het jongerenklassement is ook voor Simmons. Export. Zo, rit 3 van Renteria naar Amasa Villabona. Je ziet, heuvel op. Finish. Nou ja. Goeie sprint. Volgens mij het parcours van vorig jaar is een enorm steile finish. Maar ik weet niet of ze dat ook hierin verwerkt hebben. Volgens mij ging het tot in de 30%. Japan. Ja. Maximaal 26% volgens mij. Wow, stevig. In het echt dan. En daarvoor zitten ze allemaal 700 meter aan 8,8%, 1 kilometer aan 10%, 1,5 kilometer aan 9,7%. Die kleine heuveltjes ervan tevoren.
blijf thuis. Ik blijf thuis, ik heb nog geen training. Nee. Nee, maar je gaat niet naar de basis. Nee. Naar de andere kant. Nee, daar heb ik geen zin in. Ja, oké, okay, is goed. Had je gisteren nog met die exfoliant gedaan in je gezicht, of niet meer? Nee. Nee? Had je gezicht helemaal niet gereinigd? Ik heb bij mij mijn lens uitdoen, tanden poetsen naar bed. Dat heb ik gewoon gedaan. Oké. Okay. Maar toen ik vanochtend om 12 uur thuis kwam, ben ik wel gaan douchen. Ik heb gisteravond niet gedoucht, dan heb ik vanmiddag gedoucht. Ja, Ali, 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 Ali. Ah, Verstraten. Het huis helemaal naar berg. Lekker. Wat zei je? Hoe voelt dat nu, vakantie? Lekker. Oh, prima hoor, ja. Zo. En de mannen van Ciccone, denk ik dan, rijden dicht. En alles. Checken die einde streep, kijk dan zeg. Stijl. Dat is allemaal lekker stijl. Is er nog een tussensprintje daar? Ja, want de meeste managers dat misschien niet hebben gezien. In de profiel in het kanaal. Waarom zit ik niet? Dat zegt volgens mij. Rechtop, Dina, Verstraten, Dina, Rodriguez. Zit je Verstraten daar zo alleen te rijden, lummel? Kom zo, doof. Komt er nog een reactie met onder andere, ik denk, de Greefje, Lutsenko, Verstraten, Dina, Graaf, Rafferty, die weer puntjes wil pakken, en Le Cerf, die ook goed voor staat in het klassement. En we hebben een kopgroep, vijf man, ja. Met Graaf, Verstraten, Le Cerf, Rafferty en Dina, twee man van Sudokus. En we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 derde categorie klimmetjes. En dan in de finale nog 4 klimmetjes omgecategoriseerd. Dan gaan we voor de bergpuntjes voor de eerste. Dan zijn we voor Henry Graaf, voor Le Cerf en Rafferty. Zo pakt Le Cerf virtueel de leiding. En dingen niet al gelost. Ah, en de Verstraten er ook van tussen. Jongen, lul. We zijn alleen rijden de hele tijd. En Graaf weer de punten voor Le Cerf en Rafferty. De sprint in Villa Bona voor Rafferty. Rafferty pakt voor de tweede keer 10 punten, komt er op 20 nu. Nog steeds 3:20 en ik zie een splitsing in het peloton. Hier de afdaling ontstaan. Bij Conti en Heras valt het gat. Belangrijke renners. Spot Adam Yates wel. Ja, dat deed je. En heel onze. En Monsanto zit hier achterin. Aanval Le Cerf.
voor de bergpunten voor Rafferty en Graaf, die op klaar is, dat weet ik niet zeker. Dus Seth pakt nu toch een goede leiding in goede voorsprong in het bergklassement. Gadverdamme. Ja, het peloton is gesplit. Ja, dat doe je niet meer. Terug. Peloton doet het ietsje rustiger aan. Ah, nu begint ze toch wel flink te rijden. Alzo. Rafferty voor de Serf en Graaf. Graaf. Kan niet nog dichtrijden? Nee, die is klaar. Ja, er is ook al het commentaar hier op Vancello en Ciccone. Ah, dat krijg je met je kit-Italianen. Ja, vliegen. Die gaan vliegen. Vliegen met Hindley van de Berg en Dumoulin. Voor hetzelfde voor de bergpunt. Stevige aanval van vliegen. Gaan ze nog sprinten voor die bergpunten. Als Rafferty pakt er geen. Vliegen Hindley en Dumoulin. Kost een Farcon er is meegesprongen. Die wil de aanval wel doorzetten met vliegen. Dan van nu draait ook op. Voor welke heilige mag dat zijn? Wat zei? Van Ude, voor welke heilige moest jij rijden? Zijn ploeg staat kansloos in het klassement. 1,37 zat je komen. Maar voor de rit altijd nog, hè? De laatste gecategoriseerde klim van de dag, de Alzo. Die van Ude pakt. Dan gaan we richting de finale. 4 klimmetjes, allemaal gecategoriseerd, maar zorgt er wel voor spanning waarschijnlijk. Tempo ligt hoog in het peloton, dat zien we aan die kleine splitsingjes die continu ontstaan. Want de Pool zit ver, Anton zit ver, Dunbar zit ver, Car zit ver, Lange Costa zit ver. Terwijl we hier toch omhoog beginnen te rijden. En Schmid, het tempo is omhoog gehoord, Swift, Simmons en Bajoli wel goed. En Gemma schrijft op. Toch op vrij steile stroken hier beginnen te zitten. Gaat de tempo steeds verder omhoog. Van de Pool sluit aan. En Hindley trekt nog eens door voor Quinten Hermans. Waar zit hij? Hier zit Quinten Hermans. Ja, hij lost Quinten Hermans. En een gat, een gat. Meerdere gaatjes hier. Jem voorziet veel te ver. En hier zijn niet echt meer belangrijke mannen hier, denk ik nog. Zo, nee. Mijn halve ploeg zit al helemaal achteraan. En dan gaan we richting de volgende, richting het volgende klimmetje. Daar zien we trouwens de finish. En nog steeds een enorm hoog tempo voor Davy Goudou namens Burgodo. Dan richting de tussensprint op Aduna. Ciccone. Ciccone gaat aan de tweede plek zitten, inderdaad. Dan gaan we omhoog. Kunnen we een aanval verwachten? Een drama gaat voor de puntjes. Zo met Dunbar. Ah, niet alleen voor de puntjes hoor. Lijkt het. Ja, hij trekt door. Ze trekken hem door. Dunbar gaat erachter. Costa Juan neemt een Girmay mee. Wordt Anton gebracht door Rotta van de Pool zit hier, Car zit hier, Lacroix, Godu, Vancello ingaan van de laatste klim. Dit is nog niet het lastige stuk, maar dat stukje. Hier bij je lekker blok gekregen. Dat stukje gaat Sheffield in pak of komt Dunbar hier nog uit? Sheffield. Nee hoor, Mac de Sheffield wint op Amasa Villabona voor Van de Pool. En Dunbar voor Vendrame, Godu, Farcello, Hermans, Simmons, Anton, Girmay, Schachman, Bajoli, etc. Er komt een hele grote groep aan renners binnen.
tot aan Chicone. Dan zijn ze, nou. En dan pak denk ik Sheffield de lijn het algemeen klassement over. Pak nog een 3 seconden tijd bonus. Hij gaat dan 6 seconden op Vendrame, 9 seconden op Simmons en 30 seconden van de Poel. Dunbar 15 op Germay, 18 op Lacroix en 19 op de rest. En Lecerf. Doe eens weer in de rage. Pak de bergtrui. Ik weet niet waarom hij zo moet ragen. Oh, van de Poel hier. Vendrame heeft nog net het puntenklassement door die tussensprint te pakken. En Sheffield pakt het jongerenklassement ook, maar die zal Simmons nog steeds dragen. En dan kan maar één ploeg de beste zijn. Oh god. Hij staat al in mijn klassement. Oh, die zien. Had jij voor de top ja, hier binnen? Tot en met car zit iedereen nog wel. Goede afstand. 9. Maar vanaf Rang Costa 38 en al 58 seconden wordt dat flink lastig. Dus ook voor jou, Chanford. Ja. 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 Ja, die vriest 26 seconden. En dan de rit naar Sanssouci met de tweede categorie La Asturiana. Vlak voor de finish. Verder onderweg nog 3 derde categorie klimmetjes. Zo, voor het eerst een goede gif van pesto. Zo. Degelijk. Goed nou ook niet, hè? Goed timing. Hij gaat persoonlijk beginnen, kind. Weet je een ijshockey spelletje tegenwoordig? Niet vraagt om een ok. Aan de medium mountain etappe. Ik ben benieuwd. Wat? De Linus. De Linus. Oh, genial. Roasted by Linus. Hoppa. En daar is het aanval van Carlos Rodriguez met Sundebluxen. Sundebluxen. Daarachteraan Tom Dumoulin, Juan Sebastián González en Bertrand William Lecerf. Met Chanford. Oh, echt. We zien dat hij de laatste keer best pittig is. Komt erbij. What the hell? We gaan Gucci controleren. Gaat Gucci controleren, maar die doet het. Ah, hou op, man. Jongen. Oké, Lacroix staat nog een zegen. Tot zo'n moment. Ik zie Kortje en Perez zijn gelost. Ik weet niet hoe. Ah, mooie vluchtersgroep. Ja, 6 man. Met een Tien voor.
Zo, mooi zonnetje. Sunny shining and so are you. En punten voor González, voor Chaffert en Dumoulin. En nu is het hier langs de keer 8. Het is wel pittig heuvelig op en af tussendoor. En dan kijken we naar de laatste klim, die een lastig eerste stuk kent. Max 13,4%, gemiddeld 6,3%, maar ja, dat laatste stukje haalt het helemaal naar beneden. Dus ik ben benieuwd. Oh, dikke lul! Dikke lul, wat dikke lul. Koek, koek. Oh, Stijn, even, wat? Thijs is er weer. Koek, koek. Koek, koek. Ik kom als trouwe kijker even zien hoe mijn kopmannen gaan falen. Nou, jij doet toch 5e vorige rit. Ja, maar hij verliest wel minuten in de rit ervoor. Ja, dat weet ik. We zien nu op de Santa Coloma. Wie pakt hier de bergpunten? Het is... Hollandblok. Het is Le Cerf voor Sunnyblux en Contra. Ah, we zien een no-lifer PCM spelen. Ja, Ben Jong. Oei. Gespot. Ja. Oh, je valt van Lacroix. Oh. Daar werkt de Gucci voor. Nummer 7 van het algemeen. Ja, en wachten ze er niet op. En ze wachten niet op. Oh, daar gaat de nummer 7 van het klassement. Ah, die gaat niet terugkomen. Och, 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 och. Oké, deze wordt even gesloten. Dat is een luxe González en de Serf. Ja, tot zover Lacroix zijn eindklassement. Voilà. De nummer 7. Zal niet meer terugkeren. Godverdomme Stijn. Sorry, kon ik niet lopen. Je gaat echt kijken, oké, ik heb een ping en dan weet ze nog niet wat er gaat gebeuren. En dan gaan ze terugkijken. Een tussenpunt aan de streep volgens mij. Oh nee, niet aan de streep, maar wel in het dorp waar we straks zullen finishen. Gaan we elkaar nu al aanvallen? We gingen tussen La Rigada. Zullen ze niet versplitten, maar goed. Daar gaan de punten naar González, die toch op 20 komt nu. 1 minuut voor de koplopers richting de Asturiana. Smalle banen. En daar gaan we. Vanuit het peloton onderweg. Een val van Henry Graaf het peloton. Het zonnetje schijnt. Landa zet tempo hoog. Geermij zit goed geplaatst hoor. Oei, attack Geermij. Met de ploeggenoot, daar gaan ze. Met z'n tweeën. Geermij en Hagelsbergen en niemand reageert. En is dit dan waar Pipo straks een mooie koud blikje bier voor open gaat trekken? Mocht het zich zo doen. Parapils. Dan moet Beulens op kop, ja. Dat gaat ook niet worden, hè. Dan moet iemand van de grote mannen het zelf gaan doen. Sheffield, Anton, Godu. Ja, maar de lastige stroken zijn bijna voorbij. Dumoulin moet lossen, de Serf moet lossen. Hij heeft wel Chaffert nog mee. Rodriguez moet lossen. En Hagelsberger, tempo omhoog. Al meer dan een half minuut te pakken. En hier valt het gat. Richting Gates, Rangel Costa, Cars is niet mee. De nummer 12. Beulens mag een keer van kop af hoor. Van der Ampakt over. Van voren blijft Hagelsbergen uitstekend werk voor de Chaffert. Oh, jongen, kansloze lul. Hij zit wel mee zometeen, denk ik, met de andere, met deze mannen. Chaffert hier. Ja, pas op. Hij parkeert dicht, ze. Geermij pakt de bergpunten. Voor Sunnyblux nog. En oef, ja, ik pak inderdaad.
Dunbar, op de top heeft hij een gaatje, kan hij richting Gemma springen. Elf man en vier, plus twee man voorop. Hagelsberg zit er nog steeds bij. Knap werk geleverd. Oeh, er valt een gaatje hier. Wat doe je van de pool? Van de Poel laat hij een gaatje van en laat de twee Amerikanen Shefferton Simmons rijden richting Girmay en Dunbar. Wordt een mooie achtervolging in de aftaal. Tempo blijft hoog met deze 12 mannen. Ik dacht dat er net 13 telde, maar eentje is dan weg. Ja. En, oh ja, Hagelsberg is weggevallen. En nu ligt de tempo er volledig uit en dan kunnen ze van achteruit. Ja, aansluiten. Alle drie de mannen. Vijf man van Domina. Vijf man van Domina hier. En eigenlijk zal het hier nu Girmay van de Poel worden. Op links komt Bonjourney. En die komt de trein voor Vendrame. Dit wordt een sprintje hier van 25 man. Maar eigenlijk minder niet. Iedereen zal meedoen. Van de Poel gaat volgen. Vendrame gaat volgen. Girmay is te ver. Of kan hij dit nog dichtrijden? Oh, van de Poel houdt iets vol. Is het Mathieu van de Poel die wint in Sanssouci? Ja. En hij wint. Voorkeer mij Sheffield, Bajuli, Hermans, Schachman, Vendra met Simmons. Dunbar, Anton. Het zal geen gaatje zijn, denk ik. En nou, voor 50 man in dezelfde tijd. Toch actie gezien. Is dit een Alpecin met weer een overwinning. Sheffield bouwt de leiding 7 seconden voor Van der Poel, 10 seconden op Vendrame, 13 op Girmay Simmons, 17 op Dunbar, 23 op de rest. Le Cerf houdt de bergtrui, 19 punten, 13 voor Rafferty. Puntenklassement is nu voor Sheffield 70 punten, 77 Van der Poel, 65 Vendrame. De rest volgt op ruimschoots afstand. En Sheffield bouwt de jongeren toch zo. Dan Linus net is klaargekomen. Ja, ik zie die lekker en dan die uitroeptekentjes. Ik vermoed dat hij nog niet weet hoe dat werkt, maar. Ja, ik stel algemeen klassement appjes. Ja. Oh, lekkertje en fort. Alsjeblieft. Van Cello, 4 plekken verloren, Thijs. Ja, ik snap er geen tering van. Ik hou de scheldwoord om even voor me. Ja, en Lacroix is natuurlijk helemaal weggevallen, waardoor iedereen zo. Waar is Ciccone? Ciccone is gevallen. 23. Lekker, stond daar mooi 7 op 18 seconden. Valt er gewoon lekker uit. Ja, die Lacroix is gevallen inderdaad. En gevallen niet meer teruggekeerd. Niet dat hij uitgevallen is. Hij weet hoe het werkt, Thijs. Is dat door het hoofdje wat hij heeft gekregen van de twee dames? Hoofdje. Ja. Anders moet ik wel dat hier een fanatieke rukker is, denk ik. Niet meer. Ja, Thijs, jij bent nu toch ook terug rukker. Tijdelijk. Nee, valt eigenlijk wel mee. Gewoon opsparen weer. Opsparen. Voor de 5 seconden prestatie. Nou. Hoe lang is het, hoe groter die kans al wordt, ja, ergens in de zomer weer. Maar laat van één keer even het stof eraf halen en dan. Dan houdt het weer een langere tijd vol. Ja, dan wordt het 10 seconden.
Oh, ik denk dat ik eerder richting de 10 minuten ga dan 10 seconden, maar... Nou, overdrijf niet. Ik ga even niet verder in detail treden in het open. De koetjes. Dat is nog de jonge luisteraars. Oh. Hem op. Aanval herregods met Isidoro Collazo. Hindley Sindebluxe, Juan Pedro Lopez, Paulus hebben allemaal goed gehad. Lutsenko, Ardila en Henninen. En het is Continental die controleert, maar laat het gaan. Ferrol, Huis als een mat en Yates lijken nog net te veel te zijn. En ze bereiken de 2 minuten grenzen koplopers, ze zijn weg. Sprinten voor de bergpunten doet Ardila met Hindley. Op de Nachitoa. Zo, dus ik denk de punten had zo. Het is een lekker krachtritje. Tot het einde, heuvelachtig, twee kleine heuveltjes. De paresies worden zwaar. Blijft op en neer gaan, grotendeels. Maar het zal maar afwachten op die laatste rit. Omhoog en omlaag, omhoog. Waarom ga je zo vaak stuk om jezelf? Thij snapt dat wel. Ik snap het zeker. We zijn niet meer wild op lachgrapjes. 18 plus humor in de DM. Oh, in de DM is het oké, ja dan. Val. Opgave parapentre. Opgave parapentre, hebben we gemist. Dan nog 3 minuten voor deze grote groep koplopers. Met de... Er is een groep gelost uit peloton. Met Dumoulin. Interessant. Een val van Sean Quinn. Geef niet op. 3 minuten. Het ziet er goed uit voor de koplopers hoor. Die behouden gewoon een voorsprong. We zien 2 man van Team Mobile. We zien 2 man van Lanzana. We zien 1 iemand. Wat zit Henningen?
En die zit ook bij Team... Nee. Ja, ook bij Team Mobile. Prima van Team Mobile. Dat Bellarinaga wint Lutsenko de laatste bergsprint. Die trekt hem dan door, lijkt het. We hebben een grote voorsprong ertussen. Peloton. Favoriet gelost. Maar niemand uit het klassement. Ja, het is Sosa, nou, dat kan je geen favoriet noemen. Er blijft gewoon tempo gereden hier horen. Dat is Bagioli al kop rijdt. Lijkt er eentje voor de koplopers te gaan worden. De sprint lijkt Koyasso het voordeel te hebben. En eigenlijk met het grote deel van de stats heeft Koyasso het beste. Achter zie ik momenteel niet zoveel gebeuren. Hennen is gelost. We gaan trager, maar we gaan richting Heuvelzonde. Hindley is ook klaar. En Koyasso kan ook een goede zaak met het klassement doen trouwens. Met staan maar op 3-15. Ik deed hetzelfde tempo. Lopez lost ook. Misschien wel vanuit het peloton zoiets gebeuren. Ik weet niet, Van der Poel zit daar aan de tweede plek. Deze mannen blijven samen. Komt hier een aanval. Godu is hard geblokt door Van der Poel daar. Zet nog zijn aanval in met Chagrin in zijn wiel. Germay, Anton, Sheffield, Vendrame, Simmers. De hele groep volgt gewoon. We gaan vooruit, het is nog maar 5 kilometer. Heeft Herregods het ook al moeilijk. Wordt nog steeds twee man van 1 op 10 mobile. Tegen Koyasso en Ardila. Zat aanval Ardila? Nee. 3 kilometer te gaan. Kunnen vanaf de achtergrond. Hier Schachman en Germa uit een gaatje. Godu, Anton en Sheffield in de reactie. En dan gaan we naar het peloton. We moeten even op meer het front focussen. Hier zien we ze. Samen passeren. Lijkt dat gaatje wordt weer dichtgereden door Van der Poel volgens mij. En dan gaan we sprinten 1 kilometer te gaan. Zullen Bloeks tegen Koyasso. Maakt Koyasso het af. En hij doet het Isidoro Koyasso wint en dan Morebiet Exano voor Sundebluxe Ardila. Paulus, een groot gat. Er komt Lutsenko Herregods en hier moeten we naar kijken. En het lijkt geen grote gaten te vallen. Hier zien we Rotta en Ciccone gelost. En Germa wint de peloton sprint. Voor de rest blijft iedereen samen. Car verliest tijd. Zou Car tijd verliezen? We moeten zo goed even gaan kijken. Car lijkt tijd te verliezen. Nummer 13 Rotta ook. De rest. Nou, een 14 kost. Oh, daar is Jim voor het passen. Ik moet even weg, maar Thomas komt mijn rol over, pak ik zie het al. Voilà, voilà. Ik zie twee man van mij in de top 5. Ja, dus, wij... Perfecte timing, Thomas. Was, dank u. Thomas, dat was een kopgroep. En in, ja, op een gegeven moment laatst. Ja, met, nou ja, het waren er veel, maar uiteindelijk 4. Oh, kut, sorry. Allee, zeg. Godverdomme. Joe. Zelfs mijn ex-renner zit er nog bij ook. Ardila. Koyasso wint voor Sundebluxe en Ardila. Het peloton komt op 2,26. Algemeen klassement. Sheffield nog steeds aan de leiding. 7 seconden voor Van der Poel. Bij de toppers is er niks veranderd. Wegklassement is voor Lacerre nog steeds. Maar Sundebluxe naalt tot op 3 punten. Met 16 die hij vandaag heeft behaald. Het puntenklassement is ook voor Sheffield nog steeds en verandert niet zoveel. En jongerenklassement is nog steeds voor Sheffield. Koyasso komt op 37 seconden. Bonesso natuurlijk nog steeds de beste ploeg. Dat is wel kak, want dit is een doelkoers. Voor wie? Want we hebben op het laatste moment nog veranderd naar Julia. In plaats van Tirreno. En in Tirreno hebben we wel al rit gewonnen. Ja, het is mijn doelkoers. Ik heb ook een rit gewonnen. Ik heb Koyasso op 10, of Anton op 10. En we zijn 11, dus alles kan nog in de laatste beslissende rit zometeen. Richting Eibar met 1, 2, 3, 4, 4 grote klimmetjes en dan nog 3 derde categorietjes. 134 kilometer, kort maar krachtig. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Zullen zien. Zo, dat is ondertussen toch wel mooi de vierde overwinning van het seizoen. Of de derde ritzegen van het seizoen. Wordt al in een dagskoets gepakt nu zeker? Nee, derde in de Ronde van Vlaanderen. Ja. Dit seizoen. Bij Jurgensen, dat weet ik. Want Asgreen heeft hem de lead uitgegeven. God, Jurgensen heeft 71 acceleratie in 60 sprint.
Zo klap ja, genoeg. Iedereen zat gewoon kapot. Ja, dat klopt. Als je die stream weer terugkijkt, je ziet letterlijk dat Asgreen die Jurgensen meepakt naar de eerste en dat hem gewoon afneemt. Maar kijk, daarvoor zijn wij er. stond nog klaar. Dit is toch mooi? Voor de Collasso rijdt echt een goed seizoen, jongen. Maar zijn randsets zijn gewoon zo echt goed. Dat maakt hem gewoon zo goed. Als je zesde in de Tirreno hoort, met die stats, en nu weer Ritov ingepakt bij Catalunya, deed het ook prima. Ciccone doet zelfs aan de die staat hier wel aan de start, maar wil ik laten zien. Wie? Ja, Ciccone. Ciccone. Ja, ik zag Vancello en dan Ciccone. Allebei, maar ze rijden allebei echt dramatisch. 18 en 20 cent klassement. Waar het echte bergen eigenlijk? Want daar Sheffield en Van der Poel op 1 en 2 staan. Nee, het leek zwaarder profiel. Weet rijdt in Mierwegen. Dan met de sausies. Hoe ze de laatste rit te rijden, heb ik daar niet heel veel hoop voor. Dutsen. Dan gaan we de grote laatste rit. Met de Azurki. De Gorja. De lastigste, de Krabbelin. En we zien daar nog de Izua. We gaan naar Nielsen Paulus, die weer in aanval kruipt, net als de vorige rit. Berwick is niet op. Sosa die gaat doodzitten na deze aanval. Nog lekker hoor. En Jackson Hayes rijdt het gat dicht. Nee, niet. Favoriet voor de rit. Sosa. Ja, Douders Huis met Champouzin, die hier de favoriet voor de rit is. En Sosa is toch meegekregen. Als je weer twee man mee hebt, toch prima. Nou. Maar dan Massana is denk ik niet blij dat ze niet meer. Ik denk dat bij Ara en Massana zijn ze niet blij dat ze, niemand mee hebben. En daarom gaan ze nu aanvallen met González en de Greef. En Ferron en de Serf probeert te profiteren met Ferrer en Verstraten. Arme kopgroep wel, hè? Ja, grote kopgroep, net als de net. Die lijkt leuk Burko door niet de punten gaan pakken, want die zijn van Coppola. Echt Coppola, Sosa, Champouzin. We zien González ook nog komen. Het zijn allemaal eigenlijk wel goede renners als hier Verstraten ook nog bij komt. En hier, Hindley, Lopez. Oh, dit zijn allemaal voor de bergtrui. En richting de Azurki. Het gecontroleerde continent op de Domen, ja. Want die hebben natuurlijk Sheffield en Vendrame. Waar zit Vendrame? Beetje verder, gok ik dan. Er staat derde in het algemeen klassement. Waarbij het algemeen klassement even aan zullen zetten. Blijven wel proberen wat tempo hoog te houden. Hier veel lossers. Nu pas komen de achtervolgende groepen bij. Sosa pakt hij de punt of is González? Het is Sosa volgens mij. Even kijken, heeft hij de 10? Ja, het is Sosa. En González. Klopt het helemaal. De bergtrui hier met Burgundo koppelen aan huis. Uiteindelijk lijken er dan op een 11-man kopgroep uit te komen. De val van Jackson Hayes. Houdt hij dit vol? Nee! Jackson Hayes stapt af. De 40 voor deze kopgroep. Maar die voorsprong slinkt snel als Bellocchi hier naar boven gaat schudden. De Bergtrui moet er al af. Ferrer rijdt hard op kop hier voor González. Kijken of ze daarmee een rit of niet kunnen pakken. En die kopgroep brokkelt uiteen. Zeker als Champouzin ook al op is. En González pakt de punten voor Verstraeten en Sosa. En nu Georg Zimmermann. Bergklassement voorlopig voor González. Sosa op 14 punten nu. Maar er zijn nog heel veel punten verdelen. 20, 26 in totaal. Voor de nummer
als je overal eens erboven komt. Koppelaar, alleen kan hij dat gat nog dichtrijden. Ik weet het niet. Iets meer dan 2 minuten voor de koplopers, maar het is nog heel lang. Zeker als Shampoo Zef en Roal eigenlijk praktisch dood zaten. Op de vorige klim. En vooral voor Chukudi. Maar kan nog terugkeren. Koppela haalt het niet. Richting Krabbelin dan. BNB met 20 opgeroepen, dus op zich. Ja, maar die zijn allebei dood, zaten ze net. Ik denk ook niet dat Shampoo Zef deze weer gaat halen. Kijk, Veron is al klaar. En Sosa met de aanval. Sos. Pakt die punten, kunnen hele belangrijke zijn. Oh, ik denk dat het er nog over komt. Hè. Hij zat met 14, had hij er net. Hij had er net 14, we gaan het zien. Peloton zijn heel lief, die voor de punten. Ja, hij heeft hem gepakt. Sos pakt de punt. Kan nog. 3.40 ineens voor deze video. Ik is naar de tijd verschillen. 6 minuten, 5 minuten. 6, 7 minuten, 5 minuten, ja. Nou, Kortje rijdt nu toch hard op zo'n vlak strookie. Ja, zo'n parcours. Uiteindelijk, het is op en neer constant, hè, dus je generate ook veel. Ja, maar. Nou, nu zit deze normaal met 4. Zit de groep van het Coppola? Ja, dit is de groep van het Coppola. En Rangel Costa. Gaan we naar de Trabacua, derde categorie. Dat is 2,6 km, 7,6%. Nu valt stil, hè. Aan naar voren kijken, bergpuntjes. Kan Sosa. Oh, de zon zit even weg, maar ik wacht er even mee, want dan gaat hij. Sosa pakt de puntjes voor Jean-Poussin Verstraat. Dus geen puntje voor González. En wel voor Sosa. Ik hoor nog spannend zo voor de bergpunt. En hier stoppen ze weer helemaal mee. Dan pakken ze weer een gat. En lijkt voor de tweede dag op rij de ritwins richting de kopgroep te gaan. Ja. Maar kijk, het is die knechten die kapot zitten, maar op kop blijven. Ja. Weer zoiets. Peloton dat niet veel renners zeg. Nee. Ah, hier komen ze nog mee aansluiten, maar goed. Nu gaan we naar de Isua. Die houden helemaal oké heen. Van voren 4 man. Achteruit het peloton. Maar we verwachten aanvallen natuurlijk, want er zijn een aantal mannen die moeten tijd goed maken. En overrecht had Santon. Geblokt. Goh, wat een blok zeg van. Ah, ja, op en is. Ah, maar wacht niet, het is het nog. Simmons houdt goed tempo. Van Drama rijdt het hier nu dicht. Zie je van achteruit die aanval bij Jolie? Nee, wel Girmay. Niemand? Ja, Simmons probeert het nu. Anton springt niet op het wiel, die houdt tempo. Dan gaat Sheffield het maar doen, want het is ook zijn taak. Van voor de bergsprint. Van voor kijken we. Alles. González. Zo zou moeten vooreindigen om de leiding te pakken. Als González hier de punten zo pakt, dan lijkt het over, denk ik. Ja, González wint de bergtrui. Wacht, Truijker, maar hij is toch goed gehad. Pak Jolie rijdt voor Van der Poel? Nee, die zitten niet samen. Maar Jolie rijdt voor zichzelf. Ah ja, die zijn... Oei, amai. Ik was al vergeten dat hij bij een ander ploeg zat. Wie rijdt er nu? Bij Kento. Zo, al mijn man achterin. 1, 2, 3, 4, 5. Jongen, jongen. Och, je zit er nog bij, jongen. Van de Poel nu even in de afdaling even een schepje bovenop geven. Wat staat die achter van de Poel? Het staat tweede volgens mij, ja, op 7 seconden. Pak Sheffield mee. En is het goed dicht gereden zo? We hebben nog deze man nog hier. Jean-Poussin afgehaald. Anderhalve minuut. Ja, op zo'n... Zo'n klimmetje, je weet het maar nooit. Die Sosa, ja, maar... die vlakke stetten, dat die nog volhoudt ze. Dat is te zot, hoor. Nu valt gaan mijn mannen nu op kop rijden? Ja, dan ja, weer rijden. Ze komen wel naar voren. Ja, dat... Vreemd, Anton is wel cool, man. Zo wint de kopgroep wel, hè. Op deze manier. Dus dat er in één keer echt een enorme stoot komt van achter. Rivera gaat het tempo omhoog. Anton zakt helemaal weg. Oké. Oh, hij wil het halen. Ik denk dat hij redden wordt. Seppera met Hera. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Oké. Ja, zo gaat de kopgroep wel winnen, ja. Maar we blijven hier kijken voor een eventueel aanval of het gewoon zijn aan het wandelen hier. Ah, daar gaat Van de Poel. Ja,
Die heeft de acceleratie mee natuurlijk. Die kan gelijk een gaatje slaan. Hermans. Uit de bocht hier. Ja. Die redt er naartoe. Dat scheelt nu. Gaat Koyasso er nu naartoe rijden? Dat is niet de juiste man. Het verdoemd. Ik was wel Kopman genoemd, is jong bij. Ja, maar Anton zat beter voor, hè, jongen. Nou, maar. Speciaal. Maar we krijgen hulp van Chico, hè? Oh, keer mij dan nog een keer door. Keer mij springt nog eens door. Kunnen deze drie man nog achterhaald worden? Ik zie het nog wel gebeuren eigenlijk. De bergsprint was. Voor Sosa. Voor Sosa, ja. Nou ja, het was toch over. Ja, nu komen ze toch nog dichter op de kopgroep. 8 man weg, 40 seconden. Wie uit de top 10 is dan nog niet mee buiten Anton? Van Draam, oeh, Van Draam. Anton moet hij zelf gaan doen. Terwijl hij eigenlijk 1, 2, 3, 4 man nog mee heeft. Tja, ze zegt. Je weet niet meer, hè. Hier stoppen ze ja, niet. Ja, samenwerking. Nee, doen maar. Op zijn eentje. En Van Voor wordt er ook aangevallen. Verstraten, heb ik denk ik gezien. González? Ja, die rennen elkaar kapot. Dat is ook dom, hè. Die voelt de druk van achteruit, maar... Van de Poel! Oeh, Van der Poel. En die gaat er naartoe. Die gaat er naartoe. Die gaat er... Oh, laatste kilometer! Dat wordt nog spannend! Allee, Sosa! Allee, Sosa! Nee, dit is verloren zaken voor die. Sprinten! Sprinten, jongen! Daar gaat hij! Ja, hij gaat! Oeh! En hij valt stil, en wie komt erover? Het is... Nee, Kinmay. Oh, hij valt dood! Niet, dat weet je niet! Het is González die en de laatste rit pakt, en de bergtrui voor Kinmay. En Sosa, Sheffield van de Poel, Verstraten, Simmons, Bocioli, Hermans, Schachman, Dunbar. En Koyasso komt hij nog. Anton zakt helemaal weg nog. Vreemd. Tactisch spel van mijn ploeg. Oké. Daylight robbery. Hoho, zo saai hoor. Dat is die flatset. Dat is die flatset, ja. Allee hoor. Die valt gewoon stil. Dat kon hier gewoon twee dappe winsten zijn. Dat was pas geld geweest. Oh, godverdomme. Maar hij is de eentje in de top 10, denk ik. Koyasso wordt dan nog... 9e, denk ik. Podium. González wint voor een keer, maar Sosa... Moet hier nog een gat van 9 seconden. Dan gaan we kijken. Sheffield pakt de Itzulia Basque Country voor Mathieu van der Poel en Binyan Girmay. 7 seconden voorsprong dan. 22 op Simmons. En dan zien we nog verder komen. Schachman, Bocioli, Hermans 35. Nummer 40 seconden Koyasso op 1.16. En Vendrama op 1.23. Nummer 10 die helemaal wegzakt. Bergklassement gebogen, maar González wint die. Sheffield wint het puntenklassement voor Van der Poel. Dus dat zijn... twee overwinningen en nog een derde overwinning ook nog voor Sheffield. Het jongerenklassement voor Simmons en Koyasso. Ploegklassement natuurlijk voor de enige, echte beste ploeg van allemaal. Geen wonder. Nou, ik heb dat. Vooral. Ja. Het lijkt toch alsof Appies is overleden. Ja. Nee, ik was fietsen. Hartattack. Even kijken. Dus dit uiteindelijk het algemeen klassement. Zeg maar voor Bartse screens. Zo, dit het puntenklassement. Dit het bergklassement. Die González op de laatste dag helemaal pakt. En heeft perfect uitgekozen met Riptins en wint in het bergklassement. Zoals dat 2 in de staat 3 en het jongerenklassement en het ploegklassement. We gaan Parijs.
reis naar bed doen, denk ik gewoon nog.